deze schade onderhandelen om de plechtigheid te vinden. Er is één ding wat je in ieder geval moet kunnen als je staatssecretaris wordt of minister. Dat is linten doorknippen. Het is een uur om te beoordelen straks of ik een goede staatssecretaris was. Hierbij is het complex officieel geopend. Leuk! Ja, we hebben vandaag gebouwdeel V geopend. Gebouwdeel V zegt het al een beetje, V van vreemdelingen. Is een nieuwe unit waarbij wij vreemdelingen onder kunnen brengen. Wij brachten al vreemdelingen onder in een andere situatie. Maar nu hebben we echt een hele mooie faciliteit die voldoet aan alle eisen. En op een humane manier vreemdelingen op kunnen vangen is belangrijk. Ook zorgen dat ze hier goed verzorgd worden en uiteindelijk ook weer teruggaan naar de plaats van herkomst. Voordat we verder gaan, is er een verschil tussen die bewaring van vreemdelingen en die andere mensen? Ja, we hebben hier te maken met mensen die zeg maar illegaal in dit land verblijven. Maar hebben niet als zodanig een delict gepleegd. Dus zijn ook niet op die manier gedetineerd. Dus het zijn niet mensen die op dezelfde wijze gedetineerd worden als mensen die een delict hebben gepleegd. Ook moeten we die twee categorieën gescheiden houden. Dus een vreemdeling is uiteindelijk gewoon iemand die ook nog wat meer rechten heeft dan in de normale detentie. En daar is deze faciliteit ook voor bedoeld, om mensen ook af te scheiden van de justitiabelen, om het zo maar eens te noemen. En ze in ieder geval in de eigen categorie te laten verblijven hier op Bonaire. En uiteindelijk gewoon tot de dag dat men weer wordt uitgezet. De capaciteit, wordt er veel vreemdelingen, krijgt u veel vreemdelingen van Bonaire? Wat kunnen we zeggen van de capaciteit? Ja, de capaciteit die wij nu met elkaar afgesproken hebben in de keten zijn 10 bedden. En dat is een beetje een prognose geweest van de afgelopen jaren. En wat wij kunnen verwachten, dat is natuurlijk helemaal niet zo zeker. Want dat hangt ook een beetje af van de situatie. Hangt ook van de omliggende ketenpartners af. Maar in eerste instantie hebben wij gezorgd dat er 10 plaatsen zijn. En mocht dat ooit uitgebreid moeten worden, dat is toekomst. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Wat betekent dit voor uw dagelijkse omgaan met de gevangenis? Kijk, we krijgen meer capaciteit, hè, want de overal capaciteit is nu 137 plekken. Maar zoals u weet hebben we diverse verschillende regimes binnen. Vreemdelingen is daar nu gewoon aan toegevoegd. Dat betekent ook weer dat we wat meer mensen nodig hebben. En dat we ook mensen moeten opleiden om te gaan met vreemdelingen. Dat deden we ook al. Het zijn andere functionarissen die daarmee belast worden. Het zijn ZBUW'ers. En die zijn we nu momenteel aan het werven. Dus uitbreiding personeel, een groter bedrijf. Dat zijn wel de meest belangrijke onderwerpen.